Vandaag maken we kruiden voor wraps, of tortilla's, of taco's. Wat is eigenlijk het verschil tussen die drie? Opletten. Het verschil tussen een taco en een tortilla. Wat is dit? Je denkt taco, want zo liggen ze bij ons in de supermarkt. Fout. Wij noemen dit taco's, maar eigenlijk zijn het Amerikaanse taco's en een soort chips, en daarom zijn ze zo knapperig. En originele taco's, Mexicaanse taco's, die zijn er nog wel niet knapperig. Die lijken meer op deze, maar dan klein. Dus eigenlijk zijn taco's mini, kleine pannenkoekjes. Dit is een tortilla. Of een wrap. Of een burrito. Maar het hangt er vanaf wat je ermee doet, hoe je hem noemt. Want je kunt hem zo dubbelvouwen. Dat is een burrito. Je kunt hem oprollen. Dan heb je een wrap. Vaak snij hem dan nog even doormidden. En een taco is dus eigenlijk een kleine variant van deze pannenkoek. Die je zo aan de randjes beetpakt en in één keer naar binnen schuift. Maar wat veel belangrijker is, waar vul je ze mee en hoe breng je dat op smaak? Je kunt deze kruidenmix gebruiken voor kip, voor groenten, voor gehakt, voor vis zelfs. Eigenlijk is het ook wel een Mexicaanse kruidenmix te noemen. Zodat je er zowel taco's mee kunt maken als wraps, als tortilla's. Dus ook burrito's, dus ook quesadilla's als je er veel kaas tussen doet. Alles kan. Lekker. En mocht je denken, hoe krijg ik nou die kruiden van dat grote bakje in mijn kleine potje om het te bewaren? Zonder dat het overal alle kanten op stuift en je hele keuken onder zit en je haar onder zit en je nagels vol zitten. Heb ik een tip voor. Ik heb dit recept bedacht naar aanleiding van een vraag van Nienke op Facebook. Want jullie bepalen dus wat ik maak in deze Maak Het Zelf video's. Laat me vooral weten wat ik een volgende keer moet maken door hieronder te reageren of op het artikel op foodness.nl. En wie weet maak ik volgende week woensdag jouw recept. Doeg! Maar het hangt er vanaf. Dat maakt. Dat maakt. Dat maakt.